Waarom doe jij mee als serieus ambtenaar? Ik ben enthousiast gemaakt voor serieus ambtenaar door mijn collega Anniet, serieus ambtenaar ambassadeur. Ik vind het een heel mooi project dat je en de kans krijgt om bij een andere organisatie binnen te lopen en daar je competenties in te zetten voor het goede doel. Waarom doe jij mee als serieus ambtenaar? Waarom niet? Dit is de kans om te laten zien wat voor een talent er bij de overheid is, wat we kunnen inzetten en waarbij we ook nog wat moois kunnen doen voor de samenleving en voor het goede doel. Maar Maarten, dit kan niet alleen. We moeten Jessica erbij houden. Die is echt goed in onderzoek. Kom, waarom doe jij mee aan serieus ambtenaar? Ik ben mee omdat ik onderzoek en analyse heel erg leuk vind om te doen. Ik ben nu ook druk bezig met alle SPSS-berekeningen te maken. En ik hoop daarmee de opdracht die de opdrachtgevers hebben gemaakt goed te kunnen vervullen. Hey, Anniet. Hey, wat doe je op Twitter? Joh. Ja, oh, Twitter. Goed verhangen. Ja. Ja. Hoi. Waar komen jullie voor? Wij komen voor serieus ambtenaar. Ah, Anniet. Dat had ik over gelezen. En ja. Ik vind ook dat we echt daar ontzettend veel aan moeten bijdragen. En mijn hele netwerk doet al mee, dus ik kan hier achterblijven. Kom, ik weet nog wel iemand. Daar zat ik inderdaad ook wel aan te denken. Ik ga het even overleggen met collega Jurgen, die altijd alles heel goed schematisch uitwerkt. Jurgen, Lissa, doe jij ook mee aan serieus ambtenaar? Natuurlijk doe ik mee aan serieus ambtenaar. Ik dacht namelijk dat jij jouw talenten wel kunt inzetten voor het goede doel. Ja, je ziet het, ik schep orde in chaos en ik organiseer samenwerking, samenhang en aan de slag. Aan de slag zou ik ook zeggen. Kom jongens, we gaan naar beneden. Deze talenten kunnen we niet onbenut laten. We gaan aan de slag als serieus ambtenaar en voor het goede doel. Hey, ik wil ook mee. Oh ja, vertel. Ja, ik wil ook eens keren bij een andere organisatie mijn capaciteiten inzetten. Om te kijken wat ik daarmee kan bereiken. Zomaar. Voor onszelf, voor de samenleving en voor het goede doel. En de lift is erop, dus we gaan heel snel in de Dus heb je een klus? Vraag ons.